we samen één mee zijn. G-I-J-E-S-S-G-I-J-S-S. Op oost en west en noord en zuid zingen wij geel en zwart vooruit. G-I-J-E-S-S-G-I-J-S-S. En we strijden voor de volle winst, gooien alle remmen los. En we zingen voor Vitesse en hun stroom. Zit in onze natuur. Een scherpe blik voor iedereen. Wij leveren kijkcomfort met maatwerkglazen van Essilor. Maar wij gaan verder dan dat. Daarom ondersteunen wij de voedselbank. En wij werken samen met Emeva. Brillen voor kinderen in Afrika. Pullman op de chance. Natuurlijk. Goedenavond, we gaan weer loten vandaag. Het is maandagavond, de wedstrijd is 2 dagen geleden, maar gisteren had ik geen tijd. Vandaag even tussendoor wel. En woensdag gaan we ook fan van de maand weer even uitkiezen en dan iemand bekendmaken. Ook zal woensdag of donderdag de nieuwe fan van de maand actie bekend worden. Voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag kan ik vrij kort zijn. Het was de eerste helft. Matig. Tweede helft gelukkig weer wat strijd en passie erin. En dan zie je dat we wel weer in staat zijn om alsnog de wedstrijd naar ons toe te trekken. En netjes 4-1 gewonnen. Heel belangrijk. Dus de volgende pot is ook weer een leuk beladen duel. Spelen we aanstaande zondag de 10e thuis tegen Feyenoord. Om 2:30 middags. Dus dat is een leuk en beladen wedstrijd vaak. Dus Feyenoord gaat ook niet eventjes op dit moment. Dus laten we hopen dat we een leuke, spontane wedstrijd krijgen. We gaan het meemaken. Ik heb 31 goede antwoorden. 31 mensen hebben 4-1 gezegd. Ik ga ze zo opnoemen en dan gaan we snel beginnen. Even kijken, ik heb hier het bakje weer natuurlijk. Ik noem ze op. Loodje gaan daarna een bakje. Voordat ik ga loten, leg ik nog even uit wie wat wint en zo. Dus ik begin met noemen, want ik wil lekker opschieten. Remco Kuiper. Goedenavond, Helga. Ria Driessen. Joby Luijgen. Wesley Veldhuis.
Inderdaad, hoger. En die kraai. Edwin Verschoor. Goedenavond, Joey. Richard Visser. Sebastian van Overveld. Dan hebben we Ben van den Baren. Mike Leisner. Niels Treffers. Michael van Heemskerken. Kira Polman. Gerard Dimmedaal. Wil Jacobs. Nicky Hagen. Dan hebben wij nog Martijn van Eldijk. Tony Verschaar. Amanda Maatman. Het Verschoor. Je bent er maar druk mee met al dat opschrijven. Ja, dit had ik zaterdagavond wel gelijk gedaan trouwens. Ik had zaterdagavond eerst nog een klusje en toen ik thuis kwam heb ik gelijk opgeschreven wie het goed voorspeld had en zo. Met zoveel goede antwoorden is dat vaak wel even een half uurtje werk. Ja. Michael Tolhuizen. Maar maakt niet uit, doet me veel plezier hoor. Saskia Bemer van der Sterren, volgens mij. Andrea Klis. Gradus Holkamp. Dan hebben we Kordian Staniszewski. Waarschijnlijk het neefje van de eigenaar. Geen idee. Gijs van der Heijden. Dirk Jan Hagen. En de laatste vijf, Johan van der Linden. Angelique Slagmeulen. Frans van Reem.
Dan gaan we naar Jan Lestrade. En de allerlaatste. Amers Forzia Angelo. Wat ik al zei, woensdag gaan we de fan van de maand bekendmaken. En donderdag of vrijdag, nee. Zal ook woensdag of misschien donderdag de nieuwe actie online komen. Voor de fan van de maand maart natuurlijk. We gaan zo het eerste loodje trekken voor de Vitesse zonnebril met de oogtest. Deze wordt gesponsord door Polman op de Chance. En dan hebben we nog een tweede loodje dus voor de APK. En die wordt gesponsord door MP Car Service. Dus ga lekker loten. Lang genoeg in spanning gezeten allemaal. Alle loodjes zitten er weer in. Het eerste loodje is voor de zonnebril. En die wordt gewonnen door Ria Driessen. Ria Driessen, gefeliciteerd met het winnen van deze zonnebril. Graag even voor donderdag een bericht. Geef ik nou iets extra tijd, want morgen ga ik zelf carnavallen. En de volgende. Daar ging een loodje naar het toetsenbord toe. Dat leg ik gewoon weer netjes in. De winnaar van de APK is geworden Wil Jacobs. Wil Jacobs, gefeliciteerd met het winnen van deze APK. Ook voor jou geldt even voor zo. Jezus, gaat goed. Ik kan merken dat ik een carnaval toe ben. Nee, voor donderdag even een berichtje en dan kunnen we alles netjes afhandelen. Edwin Verschoor, wat vind jij van dat er nog niet eens 13.000 man in. Ik moet zeggen, Edwin. De afgelopen wedstrijd tegen NAC. Het was in Breda, maar ook in Arnhem carnavalsweekend. Dus dan verwacht ik sowieso niet dat er heel veel mensen zullen gaan. Vanwege het carnaval natuurlijk. Daarnaast ben ik van mening dat als je je verkoopt nu, laten we zeggen 10.000 kaarten voor 20 euro. Zou je er 20.000 kaarten voor 10 euro verkopen, heb je dezelfde opbrengst, maar wel een veel meer gevuld stadion. En dan gaan je voetballers ook sowieso een stukje lekkerder voetballen, als dat ook een grote menigte achter staat. Maar ja, er zitten natuurlijk ook onkosten aan het stadion en zo. Maar ja, dan heb ik toch liever een lagere prijs qua kaartje en een hoger aantal mensen binnen. Dan andersom, een hogere prijs voor het kaartje en een lager aantal mensen binnen. Maar ja, het is nou eenmaal zo, we kunnen er weinig aan veranderen. Dus nogmaals, Ria Driessen en Wil Jacobs, gefeliciteerd. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week toe. En ik ben er waarschijnlijk precies over een week weer met een nieuwe loting. Dus fijne week en voor degenen die nog gaan carnavallen, alaaf, alaaf, alaaf.